Hey, hier bij mijn wandel met God. Deze zomervakantie ben ik week op reis geweest met Jezus. Heb ik afgelopen jaar ook gedaan. En geweldige getuigenissen. Deze keer ben ik alleen gegaan. Ik had jaren geleden afgezworen, ik ga nooit meer kamperen in een tent. Deze keer had ik het voornemen om in een tent te slapen. Alleen ik heb uiteindelijk niet in een tent geslapen. En daarmee wil ik eigenlijk vertellen dat ik eigenlijk een aantal weken voor de vakantie, ik was gevraagd om te spreken. Ik word vaker gevraagd om te spreken, om mijn ervaringskracht een hoop te delen voor mensen die willen komen van een alcohol- of drugsverslaving of een verslaving in zijn algemeen. En ik was een jaar daarvoor al gevraagd of ik in Zutphen wilde spreken op een dag die werd georganiseerd, een dag van herstel. En ja, er werden meerdere dingen georganiseerd, waaronder ik zou komen spreken. En er waren mensen vanuit een verslavingsorganisatie in die omgeving maar uitgenodigd. Maar wellicht hebben die ook mensen meegenomen zoals familie en dergelijke. En als ik vaak ga spreken, dan gebeurt er iets in die ruimte. Mensen worden aangeraakt, mensen beginnen spontaan te huilen, er gebeurt van alles. Dat is niet mijn verdienste. Dat is de genade van God die door mij heen spreekt. Mensen komen vaak naar me toe van, wauw, ik heb nog nooit iets meegemaakt. Dan zeg ik, dank de Heer en niet mij. Want ik ben maar een instrument, een boodschapper. Hij spreekt door mij heen. En deze keer was ik ook aan het spreken voor ongeveer 45 mensen. Die zaten allemaal voor mij. En ik mocht gaan staan, maar ik zei, nee, ik ga liever zitten, want dat maakt mezelf klein. En ik spreek voor deze groep. En zoals gewoonlijk worden meerdere mensen aangeraakt. En ik vertel altijd een klein stukje over het evangelie. En ik kan heel veel evangelie vertellen. Maar ik heb de intentie en het gevoel dat ik dan niet zo vaak word gevraagd om te spreken. En mijn ervaring leert een klein stukje evangelisatie in het evangelie delen. De blijde boodschap in mijn verhaal. Ik breng altijd mensen op mijn pad die daarna vragen. Of na verloop van tijd over vragen. He, dat draagt altijd vrucht. En deze keer had ik gesproken en we hadden ze meteen een pauze ingelast naar mijn deling. Omdat zoveel mensen zo geraakt waren. En dan komt een jongen naar me toe en die zegt, man, hey, wij zijn broers, man. Wij zijn christelijke broers. En ik zeg, ja, wat doe jij hier dan? Ja, ik was aan het evangeliseren op straat. En iemand nodigde me uit om volgende week naar deze hersteldag te komen en kom eventjes naar de tafel. En hij vertelde dat hij een geweldige getuigenis van wat God in zijn leven heeft gedaan en wat resulteerde erin dat hij uiteindelijk een geweldige getuigenis had en dat hij een tijdschrift heeft geschreven. He, dat is hij, dus Dennis, van soldaat voor de wereld tot strijder van God. En hij heeft ook dit boek geschreven. Warrior's Tale, van groen naar grauw-grijs. En gaat over zijn verhaal in het leger, wat hij dan wel heeft meegemaakt. En hij heeft zijn getuigenis aan mij verteld en wellicht dat hij een keer bereid is om het hier ook te vertellen. Het is een geweldige getuigenis waar hij menig mensen mee kan raken. Want toen hij deze getuigenis met mij deelde, werd ik meteen in mijn hart geraakt over de liefde van Jezus. Over wat God kan doen in het leven van iemand anders. En ik kan daarin alleen maar zeggen amen. Amen. En we raakten in gesprek. En dat was zo'n bijzonder gesprek. Weet je wel. En ik had het gewoon het hart verlangen. Dat als ik zeg maar een week met de Heer op vakantie ging. Waarin ik dan ook zou gaan vasten. Hè, dat is iets tussen mij en de Heer. Maar ik zou gaan vasten. Dat ik dan hem op zou willen zoeken. En ik ben op maandag vertrokken met mijn tent, met de auto. Want ik zou sowieso een aantal nachten bij een vriend slapen in Enschede. Ook een christelijke broer. Zodat ik ook daar die gemeente van hem kon bezoeken. En wellicht mensen op kon zoeken. En ja, onderweg richting Delden waar ik naartoe zou gaan. Waar ik in mijn beleving een camping zou zoeken. Belde ik dus deze Dennis op die ik heb ontmoet tijdens het spreken in Zutphen. En heel mooi gesprek met hem aan de telefoon over wat hij allemaal aan het doen is voor Gods Koninkrijk. Wat hij allemaal aan het bouwen is, weet je wel. Ja, wauw, weet je wel. Gewoon geweldig hoe deze man Gods voor de Heer werkt.
hoe dat die gebruikt wordt, fantastisch. En hij zei, wat ben jij aan het doen? Je lijkt of dat je onderweg bent. Ik zei, dat klopt, ik ben op weg naar Dilde. Dilde, dat is bij mij om de hoek, man. Wat weet je, ga je dat doen? Ik zei, ja, ik ga in een camping slapen. Waarom kom je niet bij mij, jongen? Ik woon op het platteland en ik heb ook een caravan langs mijn huis. En dit die vaak aanbiedt aan mensen die er even doorheen zitten. En ik zei, nou, ik slaap al liefst gewoon in een tent. Want ja, dat was mijn voornemen. Ja, ik moet nog heel veel doen in de tuin en zo. Ik zeg, als ik daar dan ben, misschien kan ik wellicht helpen. En uiteindelijk ben ik met hem gaan helpen. En kon ik dingen voor hem helpen waar hij heel erg blij mee was. En ik vond het fijn om het te doen. Weet je, want ik kon daardoor helpen bouwen aan Gods koninkrijk. Niet helpen aan Dennis' koninkrijk, maar aan Gods koninkrijk. En uiteindelijk kwam ik bij hem in een bedrijf waar hij, bedrijfshal wat hij had gekocht. Wat hij allemaal goede dingen mee bezig is. En daar kon ik, zeg maar, mijn oude beroep bij hem. Hij zocht daar iemand voor. Ik zeg, zolang ik hier ben, maak er gebruik van. Dus ik heb dat 3 dagen bij hem gewerkt. Weet je, niet gewerkt voor hem. Nee, gewerkt voor Gods koninkrijk. Weet je, dat vind ik fantastisch om dat te mogen doen. Om daarmee te bouwen. En uiteindelijk ben ik gegaan. Ben ik naar Enschede gegaan. Hoe geweldig God mij gebruikt heeft. Wauw. Weet je, die mensen werden ook bemoedigd om, wellicht ook om te vasten. En de liefde van God uitdragen kan op zoveel mooie manieren. Weet je, dus wat dat betreft ben ik heel open altijd. Ik spreek met heel veel mensen en ik stel blijkbaar vragen waar heel veel mensen antwoord op geven die dingen zijn die vaak mensen voor zichzelf houden. En bij diegene bij wie ik was, die viel op dat mensen daarop, als ik die vragen stel, allemaal antwoord ging geven. En ik ga met die mensen diepte in. En ik ken het niet anders, want dat doe ik eigenlijk al een heel lange tijd. Maar voor andere mensen is het dus blijkbaar heel bijzonder. En omdat ik geen argwaan heb, stap ik overal zo in. En zo heb ik hele mooie dingen mogen zien. En een van de dingen die we hebben mogen doen is echt heel mooi, hè? Dat we naar kasteeltuinen gingen in Delde. En dat er een vrouw was, die zat er alleen op een bankje en die was minder invalide. Ze waaide gedacht tegen haar partner en mensen met wie zij was. Zo van, dan moet ik hier een uurtje wachten. En wij hebben gevraagd of we haar mee mochten nemen. Of we voor haar mochten zorgen. Dus dat ondanks dat ze moeilijk liep, namen we haar mee naar een terras, gingen daar. Gaf we haar dan wat koffie en een appeltaart. We waren op vasten. Weet je, maar we konden wel de liefde van God uitdragen. En niet zozeer om daar het evangelie te vertellen aan deze vrouw. Maar gewoon de liefde van Christus laten zien aan deze vrouw. En die vrouw was zo dankbaar. En die mensen met wie zij was, waren achteraf zo dankbaar dat wij haar onder de hoede hadden genomen. En uiteindelijk ook weer terug hebben gebracht. En mooie mensen hebben mogen ontmoeten. Weet je, en het is gewoon fantastisch hoe God ons daar gebruikt. Dat we 2 aan 2 op pad gingen de stad in en daar een jongen mochten vertellen die verslaafd was. We mochten vertellen over de liefde van Jezus, maar dat we ook mochten vertellen over herstel. En dat ik daar ook een boodschap mocht brengen. En dat ik ook naar een groep mocht gaan waar mensen in herstel. En dat ik daar ook een stukje vrucht mocht brengen. Daarin een deel van uitmaken en daarin de mensen kunnen bereiken en raken. En niet raken omdat ik een pluim wil of dat ik een schouderklopje wil van goed bezig. Nee, om de liefde van God uit te dragen bij die mensen. Dus ja, weet je. Ik heb eerste instantie bij die Dennis in een caravan geslapen, joh. En niet eens in mijn tent. Gewoon alleen maar in een caravan. En uiteindelijk sliep ik daarna 5 nachten op een lukbed in een huiskamer bij een vriend. Zo mooi, samen elke keer, meerdere keren per dag in gebed, samen de straat op 2 aan 2. We kwamen ook bij een stel, we moesten daar precies op dit moment zijn om te bidden. Ik zag op Facebook ineens een bericht dat iemand een gebedsavond hield bij hem thuis. Ik nam contact met hem op. Hij zei, ja, maar je komt toch uit Brabant? Ik zeg, ik ben in Enschede. En ik was welkom. Maar we gingen daar gewoon naartoe. Wildvreemde mensen.
En ik ontmoette daar mensen die ik al heel graag een keer had willen ontmoeten, één persoon. En dat was gewoon fantastisch om daar te zijn. En ook daarin mochten wij getuigenis delen van datgene wat wij deze week aan het doen zijn. En daarmee mochten we de harten van deze mensen bereiken. Wauw. Zo bijzonder, joh. Zo mocht ik en een broer elkaars voeten wassen. Vaak gaan we samen, vaak gaan we allebei evangeliseren. He, en Jezus leert ons elkaars voeten te wassen. He, zoals het nummer. Waarin dit nummer gaat. Lees het hier even op. Aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil. En vol liefde als een knecht. Elk apart de voeten wast en zegt. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. In de wereld wordt het stil als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Halleluja. Dat is gewoon een prachtig nummer, dat is opwekking 705. En dat gaat over het wassen van de voeten zoals Jezus deed bij zijn discipelen. En dat hij zichzelf klein maakte om de voeten van de discipelen te wassen. En hij vroeg aan de discipelen dit ook te doen. En hoe geweldig is dat wij als discipelen ook bij elkaar mogen doen. He? En ik heb het meegemaakt dat een christelijke broer bij mij deed een tijdje terug. En ik bij hem. En uiteindelijk heeft God mij daarin vaker op mijn hart gelegd om mijn mensen te doen. En die week dat ik daar was, kreeg ik het op mijn hart. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. En ook heb ik mogen bidden voor reukvermogen van mijn christelijke broer die al 2 jaar niks meer rook. En uiteindelijk door gebed en door geloof en vertrouwen is hij weer gaan ruiken na 2 jaar. Halleluja! Prijs de Heer! Dank u Jezus! Door uw striemen zijn wij genezen. Halleluja! En een van de mooiste boodschappen die ik eigenlijk uit die week heb gehaald is de boodschap van Colossenzen 3 vers 23. Doe alles van harte alsof het voor de Heere is en niet voor mensen. Wat een mooie mindset is dat. Vaak worden we, als we aan het werken zijn en we weten dat, raken we soms geïrriteerd. Maar mag je besef hebben, Heer, ik doe het voor u van harte en niet voor mensen. Ja, maar nee, Heer, ik doe het voor u van harte en niet voor mensen. Wauw. God is zo goed. Hij vindt het zo fantastisch om te zien wat ik dan in zo'n week weer mee mag maken. En is gewoon geweldig. Weet je, en ik kijk er naar uit om over een tijdje weer te gaan. Weet je, want ja, ik heb al 3 vakanties elke keer een aantal dagen of een week met de Heer op vakantie. En we ontmoeten de meest mooie mensen en dan gebeuren de meest mooie dingen. Of dat we voor mensen mogen bidden, of dat we mensen mogen bemoedigen. Of dat we voor mensen kunnen zijn of een luisterend oor bieden. We bidden elke dag, Heer, breng vandaag mensen in pijn, nood of verdriet op ons pad, op onze weg. Dat we uw liefde kunnen tonen. Leg de juiste woorden in ons hart, zodat we kunnen dienen als instrument voor u, Vader. Wauw. En dan die mensen die op ons pad komen en dat we daar de liefde van Jezus uit kunnen dragen. Wauw. Fantastisch. Ik ben zo dankbaar dat ik een koningskind ben van hem. Hey, God is goed. En als je contact wil komen met mij, gebruik dan het e-mailadres op het laatste plaatje of onder in de beschrijving. En, als je niks wilt missen van mijn kanaal, abonneer dan op mijn YouTube kanaal en dan krijg je een melding van alle nieuwe filmpjes. Hey, ik wens je godsrijke zegen toe. Be and stay blessed.